nieuwe ronde van de Superduper, eventueel eerlijke alternatieve E3 Battle. Gisteren hadden wij met de koppen tegenover elkaar staan. Rix, Bennesaga 2, ik heb het geheugen van een vis en nog een andere game. Anyways, het maakt niet uit wat de winnaar, kan ik me wel herinneren. Het is Rix geworden van Guerrilla. Misschien ga ik hem wel stiekem spelen daar, misschien ook niet, maar hij is in ieder geval als enige door. wie ook door is, is Street Fighter. Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Het is Sea of Thieves uit de eerste ronde. Ik zat nog te twijfelen. In de eerste ronde hadden we Tacoma, Street Fighter en Sea of Thieves van Rare. En uiteindelijk dacht ik van nou, ze twee hele hoge percentages zijn, gaan de eerste twee door. Maar het is 31-31-37 geworden uiteindelijk in die ronde. Dus Sea of Thieves voor Microsoft gaat als enige door naar de grande finale. Dit weekend. En als dit zo blijft ook bij de tweede ronde, dan gaat Rix dus ook door. Tenzij iemand ineens als een malle op de Bennesaga 2 begint te stemmen. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb geen zin om allemaal meerdere accounts stiekem aan te gaan maken. Voor verder rest hebben we vandaag gewoon weer een nieuwe ronde. En nieuwe kansen. En één van deze titels gaat sowieso door. En misschien zijn het er wel drie. Misschien zijn het er twee. Je weet het niet. Het ligt allemaal aan jullie stemgedrag. Het zijn titels die niet zo heel veel uitleg behoeven. Denk ik. Als de vorige stemrondes. Of de vorige stemdingen. En ik heb ook niet per se er eentje tussen zitten. Waarvan ik zeg van nou, nah, deze moet mijn stem krijgen. Omdat ik liefde voor twee heb. Van de drie. Welke game het in ieder geval niet gaat worden. Is game 1. Het is Persona 4. Dancing All Night. En Persona 4 is natuurlijk een fantastische titel. Dancing All Night is natuurlijk een dansgame. Breng het bij elkaar. En je hebt Persona 4 Dancing All Night. Waarop je dus de hele nacht kun je daarmee dansen. Met personage uit Persona 4. Iedereen die het interessant vindt. Ik ga er niet eens een trailer van laten zien. Het gaat over dansen en Persona. Fuck die shit. Game 1. Persona 4 Dancing All Night. Deel 2. Of game 2. Wordt al direct een stuk interessanter. Ik heb het idee. En dit, hier kan ik me even vergissen, maar ik heb het idee dat er niet zoveel oldschool fans op Inside Gamer zitten. Dat de community van Inside Gamer redelijk of jong is, of zeg maar een soort van vooruitstrevend en altijd nieuwe IP's wil. En ik heb gewoon het idee altijd dat er niet heel veel liefde hier hangt voor de oude titels. In ieder geval titels uit wat, die meer een beetje uit mijn jongere jaren stammen. En dan heb ik het bijvoorbeeld niet alleen over Street Fighter, waar ik ook echt nooit iemand op Instant Gamer over hoor, maar bijvoorbeeld ook over Resident Evil. Waar ik een groot fan van ben, van de hele serie. Afgezien van Resident Evil 6, dat net zo goed speelde als een bak stront. Maar voor de verder vind ik het een fantastische game reeks. En ik draag het een warm hart toe en ik vroeg me af of jullie dat ook doen. Dat vraag ik me af, zelfs. Anyways, hij staat erin. Resident Evil Zero, de HD remake op de nieuwe consoles. Ik heb er onwijs voor zin. Ik heb ook echt een dik cijfer gegeven aan de GameCube remake van deel 1. Ja, die nu dus weer vorig jaar op de PS4 uitkwam. En die ik helemaal ongelooflijk fantastisch vond. Hij kwam op de Xbox One uit trouwens, maar hij brak alle records op de PS4 van digital download titels. En terecht. Anyways, ik zet hem er gewoon in. En ik denk dat ik erop ga stemmen. Ondanks dat ik misschien niet denk dat het de beste game is die in deze battle voor gaat komen vandaag. Want nummer 3, wacht even, eerst even. Game 2, Resident Evil Zero HD Remake. Game 3 is de game die gaat winnen. Dat kan ik jullie nu al vertellen. Tenzij jullie mij dus verbazen met jullie liefde voor old school series. Het is Persona 5. Natuurlijk moet hij erin. Waarom de, in hemelsnaam stond hij niet in de originele E3 battle? Niemand weet het. Het is een enigma. En misschien stond hij er wel en heb ik hem gemist en dan praten we er niet over, want hier staat hij sowieso in. Persona 5 is, laat ik het zo zeggen, Persona 4 was de game die mij terugbracht naar het Japanse RPG-genre. Wat ondanks de afgelopen jaren dat het doodgestompt is, ondanks dat het eigenlijk het hele traditionele genre gewoon eigenlijk geen bal meer aan is en niet meer innoveert en echt 50 uur, 60 uur. Ik ga er nog wel zweten als ik eraan denk. Terwijl de Witchers van deze wereld de boel overnemen. De westerse RPG in opkomst is met vette actie. En veel speluren. En het ziet er gruwelijk uit. En al de Japanse shit, westerse of Japanse RPG's allemaal. En slechte actie meestal. Of het is een half bakken turn-based. Wat we al 1000 miljard keer eerder hebben gezien. Het zijn bagge graphics, slechte stemacteurs. Clichés waar je akelig van wordt, die je 1000 keer voorbij hebt zien komen. En een red de wereld verhaallijn die we ook al 10 miljoen keer hebben voorbij zien komen. Behalve,
in dus de Persona-serie, die inmiddels ook al wel weer minimaal 4 keer hetzelfde heeft gedaan, door een soort van high school RPG te zijn, in de zin van, je gaat gewoon naar school overdag, je volgt lessen, je bepaalt zelf wat je extra curricular activities zijn, dus misschien ga je bij de marching band, misschien ga je wel bij het voetbal, misschien ga je op zangles, en zo deel je jouw dag in. En elke dag bepaal je van, hey, ik ga nu bijvoorbeeld eventjes grinden, of ik ga nu even toch voetballen, of ik ga nu investeren in mijn sociale relaties op school, die ik dan later in battles, in een soort van twisted Twilight Zone, die er dan ook altijd in die Persona game zit, kan ik daar weer bonussen uit voorthalen. Anyways, deze games, ik moet niet zo schrijnig doen trouwens, ik heb alleen 4 gespeeld. Ik weet toevallig veel van 1, 2 en 3, ik heb alleen 4 gespeeld. Dus laat ik gewoon eerlijk blijven, deze game, Persona 4, heeft bij mij echt al heel veel indruk gemaakt. In de zin van dat ik een Japanse RPG speelde die zo fucking weer mij binnentrok. Zoals zo weinig dat nog maar kunnen. Een Final Fantasy Type Zero deed dat laatst bijvoorbeeld stiekem ineens weer. En Final Fantasy 13-2 deed dat bij mij ook in één keer heel stiekem, maar wel heel goed. Maar Persona 4 is iets bijzonders. Is een van de allerbeste Japanse RPG's die ik ooit gespeeld heb. Anyways. Genoeg daarover orakel, want we hebben het natuurlijk over Persona 5. Het heeft iets te maken met een soort inbreker. Meer weet ik niet over. Dit valt bij mij in de categorie games. Weet je, ik zie het al als hij uitkomt. Voor hetzelfde komt hij misschien helemaal niet naar Europa. En dan ben ik helemaal psyched, heb ik er alles over gelezen. Ik hoef er niks over te zien. Het zijn niet van die games waar je zegt van, oh, ik wil zien hoe de nieuwe wereld eruit ziet of zo. Het zijn van die games die je gewoon wacht tot ze uitkomen en smachtend wacht. En dan heb je ze en dan druk je hem open en dan duw je hem in je PS4, waar hij exclusief op uitkomt als ik me niet vergis. En dan ga je hem lekker spelen en dan ga je verslaafd raken, denk ik. Anyways, we weten allemaal welke game deze ronde gaat winnen. Maar voor de vorm moeten jullie er daarom dus wel op stemmen. Het is game 3, de winnaar van vandaag, Persona 5. Of verbazen jullie mij en wordt het Resident Evil 0? Of verbazen jullie heel de wereld en wordt het Persona 4 Dancing All Night? Oftewel Persona 4 D.A.M.